Milagro! Milagro, we zijn het tegelijk! Ik zei nee! Timo Wessel. Ja. Timo Wessel. Timo Wessel. Timo Kelvin Wessel. Timo Wessel. Wessel. Timo, mijn buurman heet ook Timo Wessel. Ik ken verder geen andere Wessel. Jongens, tot ziens. We kijken weer een nieuwe video. Mijn naam is Timo Wessel. En we zitten hier naast Kelvin. Kelvin. Zijn we echt Kelvin? Ja. Altijd als mensen Kelvin zeggen, dan word ik gewoon boos. En nu doe ik het zelf. Maar we hebben nog één ding. Die moet jij even pakken uit de tas en zo. We hebben dus ook nog iets meegenomen. Is het wat ik denk dat het is? What's good, mensen? Ik ben er. Met Timo en met Wessel. Ja hoor, we zijn er. Hopsa. Ja. Dankjewel. Waarschijnlijk ga je die een keer krijgen. Maar... Ja, nou, dit is al de tweede paprika van vandaag. Ik moet eerlijk vertellen. Ik heb nog niet ontbeten, dus dit komt echt geweldig. Dit komt echt als een geschenk uit de hemel. Nou, mooi. Gaan we alle... They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Oh, sorry man, ik was al iets te snel. En? Hoe is het, Wessel? Vind je het lekker? Ik vind het paprika lekker. Eet je dan de hele dag door? Jij vindt het niet chill? Ja. Mag wel eerlijk zijn daarin, stompel in je hoofd als tevoren als je nee zegt. Ik vind hem lekker. Nee, grap. Timo, ik vind het overtuigend eet. Komt echt, wil ik nog een hand nemen? Mocht je afvragen wat dit is, dit is mijn boek van niks naar kliks. Kopen. Of op, niet? www.kelvin.nl. Het verhaal over mij, hoe ik van de koeienboerderij naar het YouTube en met hoe jij het ook kan worden. Dat wat gaan we doen vandaag, jongens? Wij gaan vandaag intro's, nou ja, intro's, openingszinnen raden van andere YouTubers met helium. Wat verdorie, mocht je afvragen wat dit voor apparaat is, Wessel, vertel het. Dit is een bom. Het lijkt... Ah! Oh! Ja. Help! Mensen! Jij, we hebben serieus net de vraag gekregen of het een bom was. Maar dat is het. Het blijft zijn. Ja, misschien ontploft hij zo nog, maar dat zien we dan wel. Het lijkt een beetje op zo'n. Als een onderwaterbom. Ja. Als een mijn. Gasting. Een watermijn die dan zo. Die dan ontploft. Maar er maken. Zit nog steeds helium in. Niet dat jullie denken dat hij elk moment nu gaat ontploffen, want dat moeten we hier niet hebben. Hé, maar je hebt gewoon in Amsterdam met dit ding over straat gelopen. Ja. En je bent niet tegen de grond geworpen door de explosieve opruimingsdienst. Nee, als we nou met de trein waren gegaan, dan denk ik niet dat we hem hier... Dan waren er echt meldingen binnengekomen. Ja, er zitten die twee verdachte jongens met iets wat lijkt op een bom in de trein. Dat waren die nooit geweest. Maar dat hebben we overleefd, daarom zitten we hier nu. Oké, okay, let's go! We hebben dus papiertjes. Daar staan een YouTuber staat erop met de openingszin. Helium en dan moet je de openingszin. En ik ga hem dan bijvoorbeeld doen en dan moeten Kelvin en Wessel moeten hem gaan raden. En wie hem als eerste raadt heeft 1 punt. Heel simpel. Ik ben er klaar voor. Zal ik even het zakje zoeken? Zoek jij het zakje even. Ja, het klinkt als een liedje van Busy. Zakje zoeken. Zakje 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 zoeken. Zakje 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 zoeken. Wie gaat de eerste doen? Je hebt hem nu vast. Ja, mag ik als eerst? Ja. Jeetje, wat een eer. Moet je ook een ballon hebben? Ja, je legt gewoon je bek aan dat apparaat. Oh ja, wij mogen het natuurlijk niet zien, hè. Ik zit mee te kijken op het kaartje. Wat is dit? Wat? Hè? Dit ga je nooit weten. Ja, wij weten de vragen zelf ook niet, want Wessel's zus, die heeft ze bedacht. En wij mochten de hele weg niet kijken. We wouden wel, maar het mocht niet. Oké, ik heb dit vaker gedaan dan vandaag. Dus ik weet hoe dit werkt. Ja, is hij al open? Nee, hij moet wel open. Is open? En dan moet je een beetje buigen of zo. Ja. Ja, dan kan wel flink veel mee doen. Hopsa. Hoppakee! De eerste. Oké, okay, wacht, ik moet nog even goed kijken, want dit ga je nooit weten. Dit ga je never nooit weten. Hoi allemaal, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En zo'n knol. Nee. Oh. Hoi. Oké, ik zal hem iets meer in de stijl van deze persoon. Waarom lachen jullie niet op mijn stem? Dat is toch briljant? Hoi allemaal, superleuk dat je kijkt naar weer een... Nieuw video. Ik heb een meisje. En ik het is helaas net uit met mijn vriend. D. Maar ik heb een nieuwe. Oh. Nee, het is niet D. Ja, je gaat het nooit raden. Mijn stem is nog steeds. Cool. Nee. Het is een meisje. Mijn stem is gewoon nog steeds een beetje mijn god. Ja, maar ik kijk niet zoveel vrouwelijke YouTubers. Dus als... Kom best wel, raad nou iets. Je hebt nog niks geraden. Nee. Hoe kan je anders deze wedstrijd winnen? Nooit. Nicky Tutorials. Ja! Nee. Nee, grapje. Oh. Dat is Engels. Nicky Tutorials maakt dat in Engels. Melanie Latoy. Oh ja. Oh ja, met die... Ja. Dat zei hij net. Helder momentje. Ja. Leuk. Oké, helaas. Niemand heeft een punt. Moet ik nu? Nou, je moet niks, maar... Ik ga wel. Het zal wel leuk zijn voor de video als je het doet. Ik kom wel een beetje van je tegen, Wessel. Dat is niet. Ik wist het niet. Ja, maar ik kijk geen vrouwelijke YouTubers. Nee, ik ook niet. Maar ik wist het namelijk. Als je dit had gezegd, had ik het ook niet geweten.
Hoppa! Gewoon alles in één keer op. Alsof je het al jaren doet. What up iedereen, en tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. What up iedereen? What up iedereen, staat dat hè? Ja. Bardo Ellens, Bayern Movies, Joost. Nee. What up iedereen? Het is een mannelijke YouTuber. Gio. Nee. Oh. Nee, die ken ik, die weet ik wel wat hij altijd zegt. Hey, what up iedereen? What up iedereen en welkom terug bij een nieuwe video. Hanwee. Ja. Was Hanwee? Ja. Hè? Ja! Bra! Alleen met Chinezen zeggen, dan wist je hem ook. Nee, ja, maar hij zegt altijd bij een nieuwe video. Ja, hij heeft zo'n stem. Hij gaat even... En bij een nieuwe video. Hij is gewoon, hij praat een beetje zo. Het heeft een beetje... Let's move. Nou, Wessel. What up iedereen? Shout-out naar Hanwee van Niks naar Kliks. Hanwee heeft ook in van Niks naar Kliks gezeten, hè? Ja, dat is niet normaal. Hanwee heeft meegedaan in het eerste seizoen van Niks naar Kliks. Talentenjacht, en die heeft hij niet gewonnen, maar hij is wel echt bizar groot nu. En dan weet je gewoon wat het doet. Je weet wat de power van Niks naar Kliks doet, komen boeken bij webcafe.nl. Geniet ervan en word gelukkig. Hij staat er open. Ja, hij staat er open. Je moet alleen even zo knikken. Wacht. Zal ik het voor je doen? Ja, lekker. Hey. Hoppa. Talentvol. Soepeltjes. Oké, ga ik de zin alsof het een citroentje is. Jongens en meiden, welkom terug bij een nieuwe video. Is dat niet echt een knol? Gio. Ja, toch wel. Ja? Was het Gio? Ja! Oh, bah! Wordt wel verslagen. Ik weet... Straks gaat hij niet meer weg. Hallo? Hallo? Hij komt terug, hij komt. Ja, het is Gio. Hij zegt altijd, jongens en meiden! Ik denk, hallo jongens en meiden, want dit is toch geen playback show? Ja, hij doet hem wel heel enthousiast. Ja. Ja, maar ik ben ook altijd wel enthousiast. Ja. Maar ik zeg nooit jongens en meiden. Ik denk, bij jongens en meiden heb ik altijd zoiets van, ja, inderdaad, het zijn allemaal jongens en meiden. Maar je hebt ook nog een weg ertussenin, toch? Vanaf nu heb ik... Jongens en meiden, transgenders! Precies. Oké. Okay. Ja. Maar nou, transgenders zijn eigenlijk ook jongens of meiden. Ja. Ja, maar je zit ook nog iets tussenin, dan ben je een soort gender... Ja, zo weet ik veel. Ja, daar moet ik niet veel over nadenken. Nee, ik hou van dislikes. Ja, jij bent. Oké, okay, let's make this quick. Ja, man, let's make it quick. Oh! Hier staat puntje, puntje op. Hier staat zeg maar zo van, hallo, ik ben puntje, puntje, puntje. Dus als ik puntje, puntje, puntje zeg, dan moet je daar wat invullen. Ja. Oké, dan gaan we! Yo, wij zijn puntje, puntje. En in Oekers. Deze... Ja! Hey. Hey, hoe weet je dit? Jij hebt stiekem gekeken, man! Nee, maar wij zijn puntje, puntje. Dat is... Nee. Oké, okay, ja, je hebt lekker. Lekker gedaan, man. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would... Ik ben al de hele dag alleen maar dat doen. Nee, maar nu beloof ik het. Als ik het beloof, dan zou ik het zo zeggen. Oké. Okay. Maar het was wel... Jij hebt nog geen punt. Nee, ik heb nog geen punt. Lekker, man. Wij zijn... Hoe voelt het nou om mijn punten te hebben? Ja, dat is best wel... Ja, dat is lekker, hè? Ik voel me wel groot nu ook, dus... Ja, nee. Yo! Wij zijn ponkers! En wij zijn punten. 10 punten, hè? Dat kan ik gewoon nog winnen. 10 punten... Deze 10 punten waard. Oké. Okay. Ze heeft de scheidsrechter echt net bepaald. Betaald. Behaald. Ja? Ja. En zo knol. Share, knollen, gang. Mila knol! Mila knol, we zijn het tegelijk! Ja, eigenlijk is het dagelijks AD. Ja. Jij moet bepalen wie is. En dan doe je toch altijd dit zo, ook nog? Ja. Ja, maar... Yo, ik moet nu bepalen. Iedereen kijkt met spanning naar de scheidsrechter. Wat vonden jullie? Wie was er? De jury. Kijk even... Maar kijk even naar de moeders. Ja, maar dan heb ik sowieso verloren. Ik vind dat jij even de beweging Ja. Dan heeft Wessel gewoon gewonnen. Lekker Wessel! Dus dat was wel They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Oh. Ik heb het wel. Sorry, als cadeau krijg je deze mee naar huis. Yes. Die wou ik. Ik wil gewoon weer mee terugnemen. Ja, nou, top. Nou, dit waren de kaartjes. We hebben nog wel een paar, maar dat komt wel goed. Hé, dat is voor de volgende keer. Ja. Yeah. Oké, vond je dit nou een leuke video? Doe dan even het blauwe duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Abonneer dan zeker even op ons kanaal. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. It's caught in the crossfire.